Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Ik wil graag een belangrijke nieuws met jullie delen. Als eerste, beste mensen, Stichting Najiba, alhamdulillah, is al jaren actief. En Stichting Najiba is al jaren alleen maar meer en meer en aan het groeien, alhamdulillah. Daar bedanken we Allah subhanahu wa ta'ala voor, want Allah subhanahu wa ta'ala is diegene die die stichting zo groot heeft gemaakt, succesvol heeft gemaakt. En waardoor de mensen, de donateurs, alleen maar meer en meer worden, alhamdulillah. Het komt ook dankzij de vertrouwen die wij de donateurs geven, de volgers geven. Want zoals jullie weten, zijn wij zeer transparant richting onze volgers toe, alhamdulillah. Daarbij wil ik Allah subhanahu wa ta'ala nogmaals hiervoor bedanken. Maar daarnaast wil ik ook de mensen hiervoor bedanken, de moslimgemeenschap. Want zonder jullie sebab was dit niet gelukt. Alhamdulillah. Wat ik wil meegeven, beste mensen, is we hebben onze nieuwe website hebben online gezet. Hier kom ik straks even op terug. De vrijwilligers, alhamdulillah, zijn hier maanden mee bezig geweest. Alhamdulillah, hij is nu klaar. En jullie kunnen met z'n allen, inshallah, een kijkje nemen. We willen dat de stichting, inshallah, bi'idnillah, alleen maar groeit. Zoals jullie hebben gezien, beste mensen, de afgelopen jaren zijn wij alleen maar bezig geweest. Jullie hebben ons alleen maar, aan het werk gezet, alhamdulillah, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben echt veel bereikt, beste mensen. Dat mogen jullie best weten. Alhamdulillah hebben wij ook altijd drie grote projecten per jaar. Dat is de winterproject die we net hebben gehad. Nu hebben we de Ramadan project. Wat mij echt heel veel pijn doet in mijn hart. Want normaal ben ik er altijd met Ramadan projecten in Marokko zelf. Maar met het corona gebeuren en lockdown in Marokko kan ik er helaas niet bij zijn. Met alle pijn en verdriet natuurlijk. Want ik ben iemand die altijd het zelf in praktijk brengt. Maar qadrallah, dat betekent dat we dit jaar het hier moeten doen. En natuurlijk onze schapenproject, die er zal komen, aankomende schapenproject. Of het dit jaar doorgaat, wallahualam, dat hangt af van de regels en wetten van Marokko met het corona gebeuren. Maar we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om dit virus zo snel mogelijk te verhelpen. En dat we onze werk straks kunnen voortzetten, inshallah. Maar nogmaals, beste mensen, zonder jullie, alhamdulillah, was dit niet gelukt. Jullie hebben gezien wat wij allemaal hebben bereikt. We hebben 22 waterputten, hebben wij dankzij jullie gerealiseerd. We hebben 4 moskeeën, dankzij jullie gerealiseerd. We hebben huizen gebouwd, dankzij jullie gerealiseerd. We hebben heel veel mensen hun levens gered, dankzij de sebab van de muhsinin. En natuurlijk, Allah subhanahu wa ta'ala is diegene die bepaalt, maar de sebab zijn jullie. En wallahi, beste mensen, we mogen trots op onszelf zijn dat we dit hebben bereikt. En daarom, beste mensen, wil ik zeggen, ik vraag jullie normaal nooit iets. Nooit. Ik vraag jullie normaal nooit iets als het om de stichting zelf gaat. Maar dit keer vraag ik jullie om een grote gunst. We willen natuurlijk heel veel mensen bereiken, maar daar hebben wij jullie hulp nodig. Je kan nu bij Stichting Najiba kun je een lidmaatschap nemen. En zo'n lidmaatschap kost €2,50 per maand. Dus voor €2,50 kun je lid worden bij Stichting Najiba. Je kan het bedrag ook in één keer betalen, dat is €30. Dus bij deze doe ik een oproep, beste broeders en zusters. Ik heb op Stichting Najiba heb ik rond bijna 18.000 volgers. Op mijn privépagina heb ik ook rond de 5.000-6.000 volgers. Op de dood en het grafpagina heb ik ook rond de 18.000 volgers. En op mijn YouTube kanaal zit ik bijna op 30.000 volgers. Dus beste mensen, de enige wat ik jullie vraag is deel deze video zoveel mogelijk. Word lid, want we hebben jullie steun nodig. En ja, wat ik eigenlijk wil zeggen, beste mensen, is dat wij ons niet onszelf moeten bedanken. Of mij moeten bedanken of de stichting moeten bedanken.
Nee, weet je wie wij echt moeten bedanken? Dat zijn de behoeftigen zelf, de armen zelf. Hun moeten wij bedanken. Want dankzij hun, beste mensen, kunnen wij al-hasanat verdienen. Onthoud dat goed, barakallahu fikum. Zoals ik jullie heb beloofd, ik wil jullie even een klein stukje laten zien van onze website. We nemen jullie even mee. Nou, dit is onze Allahumma barik, prachtige website die door de vrijwilligers is ontworpen, alhamdulillah. Zoals jullie kunnen zien, sta ik op de voorpagina met de meneer in de scootmobiel. Vele volgers, trouw volgers, die herinneren dit moment nog. Deze meneer was ontzettend blij met zijn scootmobiel, want hij zat maanden thuis gekluisterd, waardoor hij niet naar buiten kon gaan. Maar alhamdulillah, dankzij de donaties van Mohsinin hebben wij een nieuwe scootmobiel kunnen kopen, waardoor wij hem deze scootmobiel persoonlijk hebben gebracht en waardoor hij naar buiten kan. En zie de blijdschap. Kijk, zie alleen maar de blijdschap. Dit is met geen euro te koop, beste mensen. Dit is met geen 1 euro te koop. Subhanallah. Geen inshallah, we gaan door. Nou, hier staan alle projecten, beste mensen. Als je door gaat scrollen, dan zie je hier gewoon straks allemaal projecten die wij hebben gedaan. Maar ik zie dat mijn internetverbinding wel heel traag is. Ik zit normaal echt nooit op laptop. Ik heb er dus niet echt ook heel veel verstand van. Ik ben meer van de praktijk. Maar Ger, dit is de project. Ik ga even kijken. Ik ga naar de waterputproject. Zo, Murat, jongen, je moet echt naar school, man. Kijk, nou hier, dat zijn een aantal tot nu toe de projecten van waterputten die we hebben gedaan. We staan nu op 22. Als je gaat scrollen, dan zie je alle waterputten die wij hebben gedaan. Alhamdulillah. Dankzij de Mohsinin. We hebben natuurlijk de schoolprojecten ook. Dus, nou, dit is het schoolproject van broeder Ali, die dat beheert ook in Tanger. Masha'Allah. We hebben ook de Koranschool, om niet te vergeten. Op dit moment hebben wij twee Koranscholen gerealiseerd, dankzij de Mohsinin, waarvan nu de kinderen lessen krijgen, Koranlessen, Tajwid. En weet, beste mensen, dat dit behoort tot de Sadaqa Jariya. En de waterputten, idem dito, de moskeeën ook. Dus zelfs na je dood word je beloond door deze Sadaqa Jariya, subhanallah. Dus ja, dit is de bouw van de moskee. Subhanallah. Als ik dit echt, jullie mogen buffen mij weten, als ik dit allemaal terugzie, krijg ik gewoon kippenvel, man. Ik ben nooit iemand die terugkijkt naar de beelden, maar als ik het terugzie, echt kippenvel. Natuurlijk ook de ambulanceproject in omgeving Ouarzazate. Echt, kijk hoe mooi dit is. Dit is toch Allahumma barak. Als je dit ziet, terugziet. Blije mensen. Subhanallah. Moet je kijken hoe mooi dit is. Toch prachtig. Winterproject. En binnenkort hebben we de schapenproject ook. Winterproject hebben we net gehad. Daar hebben jullie ook massaal ons mee geholpen. Alhamdulillah. Kijk, en hier kun je zien waar je voor natuurlijk wilt doneren. Ja, medicijnen, zakat, voeding, boodschappen, fidya. Dat is nu op dit moment ook gaande, weet je wel. Met het Ramadan project. Maar ik zou zeggen, beste mensen, neem een kijkje. Vermaak jezelf. En, ja, en steun ons, barakallahu. Dit is eigenlijk wat ik met jullie wou delen, beste mensen. Onze nieuwe website die nu gelanceerd is. En ik zou zeggen, ja, neem een kijkje. En ja, steun ons daar ons in. Om dit soort mensen in de toekomst meer te verblijden. Echt, deze foto, dat staat gewoon gegraveerd in mijn geheugen. Deze moment zal ik nooit meer vergeten, subhanallah. Geen, maar dat hebben jullie allemaal waargemaakt. Dit is dankzij de donateurs. Alhamdulillah. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons allemaal te accepteren. Het laten zwaar wegen op onze weegschaal, yawm al-qiyamah. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons natuurlijk te beschermen en ons kracht te geven om dit soort daden voor te zetten. En daarnaast vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om ons allemaal rijkelijk te belonen. Allahumma ameen. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.